We zijn er weer, back at it again met de zweetvlek. Shit. En er valt natuurlijk weer iets te winnen vandaag. Het is één groot feest, namelijk je kan met mij skypen. 1-1, let's go, laten we gewoon chillen. Een uur, een half uur, 5 uur, het maakt me helemaal niks uit. Je kan gewoon met mij gaan skypen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is hieronder een reactie achter te laten en te abonneren op mijn kanaal. En dan maak je dus kans op een Skype-sessie met deze sukkel. Ik. Ja, en als je niet wil skypen, dan mag je alsnog abonneren als je wil. Wat ga ik vandaag doen? Dat is de grote vraag. Ik weet het al lang, maar voor jullie is nog steeds een vraag. Deze video is namelijk een beetje apart. Hoe ga ik het zeggen? How am I gonna say this? Ik kwam een video tegen, die heet Top 15 Scariest YouTube Videos. Oftewel, de engste YouTube video's. En ik heb wel eens op avonden, en dan, ik noem geen namen met wie ik dan chill. Ah, Joost. Verder niemand. Nee, Joost laat mij wel eens wat dingen zien. Joost graaft zeg maar gewoon in het internet. Enon Joost die graaft in het internet en die ziet dingen. En dan laat hij het aan me zien en dan denk ik van, Joost, why do you even know whether this exists? Dat is mijn grote vraag dan altijd. En ik ga het dan gewoon toch maar doen. Er zijn een aantal... Oké. Alles even stil. Alles aan de kant. Luister naar me, alsjeblieft. Ik heb video's gemaakt over kut gamers. Ik heb video's gemaakt over kut YouTubers, kut reclames, alles. Weet je, dat is... ik vind heel veel dingen gewoon kut in het leven. Maar goed, verder is het leven fantastisch. Carpe diem. Maar er is één ding waar ik slecht tegen kan. En dat is enge shit. Ik haat spookhuizen. Het is echt mijn grootste angst. En iets mag kut zijn, iets mag slecht zijn, iets mag goed zijn. Maar als iets echt twisted is, echt eng, dan weet ik gewoon niet wat ik moet doen in mijn leven. En vandaag ga ik dan dus ook de engste YouTube video's ooit bekijken. De eerste video die ik ga kijken heet Obey the Walrus. Veel mensen zullen hem al kennen. Ik stuur deze wel eens voor de grap gewoon naar vrienden van me toe. En dan probeer ik ze bang te maken. En dan stuur ik hem echt om fucking 1 uur s'nachts of zo. Of 5 uur s'nachts. En dan worden ze helemaal gek. En ik ga het gewoon checken. Ik heb het namelijk zelf nog nooit gezien. Hoe raar is het dat ik een video stuur naar mijn vrienden om ze bang te maken voor de lol. Terwijl ik zelf nog niet eens hoe een video eruit ziet. Zijn jullie er klaar voor? Ik er wel. Nee, niet. Ben ik er klaar? Nee. Mama, ik wil dat je me hier weghaalt. Dames en heren, ik presenteer aan jullie met gepaste trots Obey the Walrus. Oftewel, aanbid de walrus. Ik zal proberen om niet te bang te worden. Dit is gewoon klap maar in je handjes. Why is this even scary? Hè? Wow. Pauzeer even. Ik heb letterlijk fucking kippenvel. Overal. Overal kippenvel. Oh man, why am I even doing this? Ik ben zo fucking gevoelig voor deze shit. Ik ben echt blij dat het nu niet midden in de nacht is. Waarom heb ik dit altijd naar mijn vrienden gestuurd? Waarom ben ik zo cruel geweest in het leven? Oké, wat ik zo kut vind aan deze video is dat... Kijk, ik heb wel eens meer space in de shit gezien. Echt Pikachu on acid en dan echt gekke shit. Alleen wat daar weird aan is, maar tegelijkertijd wat me niet bang maakt... Is dat het is fake. Het is animatie. Het is of een pop is het, of het is... Het is allemaal gemanipuleerd. Maar dit, as far as I know, zeg maar... Ik ben gewoon fucking sprakeloos. Ik ben gewoon fucking sprakeloos op deze shit. Voor hoever ik weet, is dit een echt mens. En nou is er niks mis met mensen die lichamelijk beperkt zijn. Begrijp me niet verkeerd. Dit is gewoon een persoon. Ik ga het gewoon doen. Let's go. Ik ga het gewoon afkijken. Ik ga niet naar jullie kijken. Ik ga alleen maar naar het scherm kijken. Oh, ik kan dit echt niet, man. Oh, shit. Waarom kan ik dit niet? Trudy. Ik noem deze vrouw of deze man of dit wezen noem ik Trudy. Trudy loopt naar de camera toe. Ze is bijna bij de camera. Oké, Kelvin, pak. Let's go. Oh shit, ik had serieus verwacht dat op het eind dat ze dan naar de camera toe komt en dat ze gewoon doet. Maar dat was dus blijkbaar niet het geval. Je ziet gewoon een foto van een walrus. Oh shit, je ziet gewoon een foto van een walrus. Niks aan de hand, Kelvin. Oké, bij deze een nieuwe video. Deze video heet Dining Room or There Is Nothing. Ik zie al een vrouw met lange zwarte haren. Ah, fuck. Het spijt me echt. Het spijt me echt dat ik dit jullie ga laten zien.
En wel gewoon fucking ads rollen op video's als deze. Dan ben je al fucked up genoeg om internet vol te gooien met enge shit zoals dit. En dan wil je er ook nog geld aan verdienen. Fuck man. Wow. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat de fuck ik moet doen. Wat de fuck moet ik doen? Vertel me alsjeblieft wat ik moet doen. I don't like it! Oké. Kelvin, je gaat dit gewoon checken. Je gaat dit gewoon checken. Er is niks aan de hand. Niks aan de fucking hand. Nee, nee. Zo fucking brain fried van deze shit. Hoe bedenk je dit? Hoe de fuck bedenk je dit? There is not... Ah! Ik snap niet eens wat dit betekent. I don't even know what this means in life. En alsnog vind ik het kut. Ik doe gewoon letterlijk een dab vanuit angst. Gewoon... Oké. Wow, wacht even. Wacht even. Ik krijg letterlijk een brok in mijn keel van alleen al deze titel. Oh, fucking hell. Oh, shit, man. Dit is... Waarom doe ik dit? Oké, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon aan jullie laten zien. Deze video heet My Dead Great Grandma's Coffin in My Own Backyard. Er is dus letterlijk een video op YouTube waar iemand een grafkist heeft van een dood persoon in de tuin. En ik wil dit niet eens zien. De video duurt ook echt 4 minuten. Introotje is best wel lekker. Deze man is ook doof. Deze man vertelt dus dat hij een grafkist heeft waar zijn vrouw, die in 1945 is overleden, in zit. En hij gaat ons gezellig even deze grafkist laten zien. Ah. Oh fuck, ik scroll er nu doorheen. Ik zie gewoon, er komt een moment waarop je deze kist gewoon open doet. Nee. Don't do this shit to me, man. Doe alsjeblieft geen fucking domme dingen met deze kist. Doe geen domme dingen met deze kist. Doe hem gewoon alleen open en dan wil ik zien wat erin zit en dan is het ook gewoon klaar. Doe normaal, man! Doe fucking normaal! Dit meen je niet. Dit meen je niet. En even beseffen dat er ook gewoon mensen in Nederland zijn die dit sowieso doen. Ik ga dit niet eens verder kijken, man. Ik ga dit niet verder kijken. Ga ik dit verder kijken? Oh, shit. Nee, man. Godverdomme, man. Nee, man. Nee! Fuck! Wow, fucking hell. I'm fucking done with this shit. Deed ik dit echt? I'm fucking out of here. I'm out of here, all of y'all. Ik heb uit reflex ook mijn laptop dichtgeslagen. Spijt me dat ik jullie ook op... Nee, het spijt me niet dat ik jullie dit heb laten zien. Dingen die op het internet staan, die je sowieso zelf kan checken. Dat niet raar is dat je dat ook... Deze man gaf letterlijk die vrouw een kus. Deze vrouw is al meer dan 50 jaar dood. Wil jij nou kans maken op een Skype call met mij? Dat kan door in de comments achter te laten en te reageren op deze... Nee, niet... Ah, fuck. Ik ben zo opgefokt. Je moet gewoon reageren onder deze video en abonneren op mijn kanaal. En dan maak je dus kans om te skypen met mij. Ik maak morgen de winnaar bekend op Snapchat. Volg me daartoe. Ik ben klaar even. Ik ben echt even fucking klaar. Oh. Rechterhand. Telefoon. Ik snap het niet, maar goed. So, ready people? In 3, 2, 1...